Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Call of Duty Black Ops 2 Gun Game Winstreak. Hier natuurlijk op mijn kanaal Jarask Game. Vandaag spelen wij natuurlijk weer 3 Gun Game potjes achter elkaar. Die 3 Gun Game potjes moeten wij winnen. Want op het moment dat wij 1 Gun Game potje verliezen, is natuurlijk deze serie afgelopen. Ik had nooit verwacht toen ik deze serie start dat het zo lang zouden volhouden. Maar we houden het nog vol. We gaan nog even door. Dus zolang wij door blijven gaan en zolang wij het ook dus volhouden, gaan we hard. En gaan we lekker. En gaan we soepel. En gaan we fucking gewoon weer winnen. Klaar, punt, uit. Dus vind je deze serie leuk, mensen? Ram natuurlijk kaart op de like knop. Dus game nummer 1 op de map standoff. Iedereen kent wel. Iemand zet ook eens zijn microfoon om er even doorheen te... Oh, ik dacht dat die AFK stond. Om er even doorheen te schreeuwen. Dus hallo, vriend. Dat vind ik zo leuk altijd. Dan gaan ze een microfoon... Dit potje lekt. Yep. Dat wou ik dus zeggen. Ik zat even te kijken van what the fuck, dit potje lekt. Maar het is ook nog echt zo. Deze vet lekt ook. Deze vet lekt. Deze vet lekt. Oh. Holy macaroni, man. Koop. Alsjeblieft. Fucking internet. We hoeven hier geen Lido internet mensen te hebben namelijk. Oh. Yo, gaat goed hoor, enemy. Gaat perfect. Oh, ja. Gaat lekker. Yo, bingo. Ik had helemaal geen bingo. Nee, want ik had een kill, ja. Geen bingo. Hij zit gewoon met zijn vader te praten, joh. Hou je mond eens, joh. Ik wil gewoon 2 stemmen daarom door die microfoon heen komen. Waarom niet? Ik sta hier bij de witte sponsor hebben, want... Dit potje lekt hem hard, jongen. Oh, joh. Ga lekker daar staan, joh. Waarom niet? Beste campspot ever. 10 over 10. We zijn wel weer bezig, dat wel. Maar je moet wel even oppassen voor die lek, man. Want als je daar de dood gaat... Dan ben je verder van blij. En waar de fuck kom jij vandaan? Ik hoorde al eens naast me lopen, maar ik wist niet dat hij al zo dichtbij stond, joh. Oh. Zo, gelukkig. Gelukkig, lucky, lucky. Wow, yo, dat ding ontploft naast me. Oh, dan was ik bijna dood. Ik was ook dood, maar niet door die auto. Was wel beter geweest als ik door die auto dood ging, want dat had die vent gekill gekregen namelijk. Doei. Niet zo slim, jongen. Loopt er hier ook als het goed is. Als het goed zijn, zo, dankjewel. En dan hebben we bijna dit potteken gewonnen. Maar bijna. Het is helaas. Nog niet. Nog niet. Niet meer nijven. Nog niet. Nog niet meer nijven. Nog niet. Helemaal, dank je. Zo, we hebben hem alsnog. Ik weet niet wat die vent aan het doen was, man. Hij had me gewoon makkelijk kunnen afknallen. Alleen dat deed hij niet, hè. Gaat er een rechts komen. Oh, fuck. Train rechts komen. Ah, fuck. Gaat train rechts komen. Ah, fuck. Ah, ik ben dood. Yep, dat zal gewoon aankomen. Nou, gelukkig hebben we de tijd. Gelukkig hoeven we niet snel te winnen of zo. Gelukkig hebben we no stress. Want ik sta namelijk... Fuck. Ik sta namelijk voor. Loop nou eens 1 kant op, man. Dank je. Hij liep. En toen keek hij daar naartoe. En die bleef die, zeg maar, in een schuine lijn lopen. En als die recht blijft lopen, dan kan je hem heel makkelijk killen. Maar, 20-4. We hebben weer een potje gewonnen. Dus ik vind het helemaal mooi, jongen. Kijk maar, zie jij, hij loopt. Hij wilde wel op af, maar hij bleef doorlopen. Ik schiet altijd in een loop. En nu schoot ik wel mooi in zijn loop. Nou ja. Zelfs deze was nog mis, maar ik had de kill. Ik had de kill, dus ik zeg niks. Ik hoop jullie ook weer te zien bij game nummer 2, jongens. Dus tot zo meteen. Alright, boys. Welkom bij natuurlijk game nummer 2. Het is natuurlijk weer Gun Game, want we moeten altijd Gun Game spelen in deze serie. Op de map hijacked. En oh, het lekt zo hard, jongens. Zag je? Zou ik me gaan? Ik ging zo... Zo, ja, oké. Dit potje lekt nu echt hard. Hij is nog harder gaan lekken dan het potje die we hiervoor speelden. Maar oké, okay, we gaan gewoon doorspelen. Ik vind het goed. Zolang we... Nee. Wow, ho, ho. Gaat goed, enemy. Yo, gaat... Ik wil niet heel veel zeggen, maar... Oh, dankjewel. Maar dit lijkt wel heel erg hard. Holy balsack, ik sta nu nog achter ook. Dit wordt even een concentratiepot, jongens. Want deze pot die lekt echt heel hard namelijk. Met heel hard bedoel ik ook echt gewoon heel hard. Wat ben je nou allemaal naartoe hier achterop, joh? Dank je. Zie je, hier, ik was al gestopt met schieten, zag je? Toen pas kreeg ik de kill. Maar zolang we voor blijven staan, zolang we dit potje winnen. Maakt mij het niet uit, alleen dan moeten we wel voor beest gaan. Want iemand anders staat nog steeds boven me. En dat is nou net niet de bedoeling, helaas. Sukkel.
Oeh, sexy. Kut, maar had een killchain kunnen zijn dit. Alleen, die enemy die liep voor me weg. Sukkel, alweer. Oké, we staan weer voor, jongens. Hè. Zo. Moest wel even concentreren, hoor, daar. Want als die vent bezig was gegaan, die eerst stond, dan had hij ons makkelijk kunnen verslaan. Alleen hij is nu een beetje afgezwakt. Nog steeds gaat hij goed, hoor. Daar niet van. Hij heeft 100 punten. Ik heb er... En dan spant hij naast me. Oh, wat een lul. Hij heeft 110 punten. Ik 140. Dus we moeten nog wel even... Yeah, hij is zo'n speler. Ah, dat dacht ik dus al. Fucking... Ik kan hem ook niet raken door die lek, man. Fuck, sorry. Ja hoor, kutjes. Nu gaat hij winnen. Ik kan hem niet knallen door die fucking lek, jongen. Dank je. Gewoon heel rustig 1 minuut. Span hier. Alsjeblieft. Ik vraag het heel eerlijk. Aardig. Dank je. Oh, dat gaat een close potje worden. Uh-oh. Uh-oh. Dit is niet de bedoeling. Niet naast me spannen. Nu even niet. Fuck my life. Wel dus. Ja, ik heb hem. Oké, laatste kill. Uh-oh. Dit is niet de bedoeling. Fuck my life. Nee. Alsjeblieft niet. Die Mario, dat is degene die lekt. Kijk maar, hij heeft een 3-bar connectie, ik heb een 4-bar connectie. Alleen op een of andere manier lekt dat gehele potje. We hebben een 4-bar of een 3-bar connectie en dan hoort hij niet te lekken. Want een 3- of 4-bar is gewoon goed. Alleen op een of andere manier hebben we een 2-bar met z'n allen. Dus we hebben gewonnen. Maar het scheelde niet veel. Want die vent die had 17 kills en ik 20. Dus 3 kills hebben we gewonnen. Maar tot en met game nummer 3, mensen. Dus tot zo. Alright, boys. Welkom bij natuurlijk het laatste potje. Game nummer 3. We spelen nog een keer op de map Hijack. 2 keer achter elkaar. En ik weet niet of die Mario nog in het potje zit. Maar als ik mijn kills zie maken, dan zit hij er nog in. Oké. Yep. We werden geowned. Klaar. Punt uit. Kon ik niks aan doen. We zijn gewoon noob. Blijf staan. Niet doen alsof je AFK bent, dankjewel. Ik knal hem nu gewoon af, hoor. Want anders ga ik dit potje namelijk niet winnen. Dus even op de makkelijke manier vandaag. Heel vaak laat ik die AFK persoon nog gewoon staan. Maar ik heb nu even schijt aan, ja. Nee, dankjewel. Het scheelde niet veel. Alweer. Fuck my life. Ik wist dat hij daar gespannen, jongen. Kom jij? Ben je pussy of niet? Oh, kom maar lekker in mijn rug, joh. Ook goed. What the fuck, man. Die staat er ook in één keer. Had er zin in. Yo. Oké, we gaan hard, jongens. We gaan hard. We kunnen harder. Ik wist het. Ik zat te kijken op mijn minimap, maar ik zag nog niemand staan. Shit. Loop door. Eén van de twee. Maakt niet uit wie. Dank je. Zat er nog een helemaal achterin. Yo. En nu gaan we weer lekker. We staan 40 puntjes voor. Het houdt dus in dat iemand anders beest aan het gaan is. En dat is nou net niet helemaal de bedoeling. Zo, jongen, die vent was slecht. Oeh, heerlijk. Oh, kut. Je zit niet op te letten, hè, vriend. Dat is niet zo handig van je. Ik zelf ook niet, maar oké. Ik heb je nog wel gekild in ieder geval. Kijk, er zat zo serieus een hitmarker Call of Duty. Jezus, wat de fuck ging die 1-1, Jan? Dat moet ik zelf ook nog... Daar moet ik zelf ook nog even achterkomen. Dat ging helemaal nergens over waar die kogel naartoe ging. En die ook niet. Fucking hell, waarom val ik nou zo hard met een sniper, man? Kut! Oh, die was ook mis. Die was ook mis, hoor. Geen grap. Die was mis op mijn scherm. Dit potje is zo close. Kak. Ik ga niet verliezen van iemand die fucking slecht is. Alsjeblieft. Dank je. Fucking hell, we staan nog steeds gelijk. Dit gaat mijn loose worden. Dit gaat serieus mijn loose worden. Ik ga dit potje verliezen, jongens. Het is over. Het is over. Het is fucking over en uit. Nee, niet schieten. Schiet dan. Dat was niet zo handig van mij. Ik had wel moeten weglopen. Fuck mijn hele leven. Ah, killsteal. Oh, kom op. Nog één kill. Yes! Oh, daar zit die kat dacht ik van. Verloren, man. Oh my god. Ik had zo geluk bij die laatste twee kills. Als ik die niet had gemaakt, had ik verloren. God gloeiende kokosnoten. Dit was te close. Nee, wat niet meer gebeurt, dat weet ik wel. Als ik die kill niet had gemaakt, was ik een lul, jongen. Oh. Zo.
We hebben weer 3 potjes gewonnen. Ik weet niet op wat voor manier we 3 potjes hadden gewonnen. Het eerste potje was gewoon easy. Daar hadden we gewoon lekker rustig aan gedaan, weet je. Niet concentreren, gewoon lekker spelen. Tweede potje begon te laggen. Toen stond Mario bovenaan. En derde potje, die speelde wel gewoon soepel zonder lag. En toen kwam opeens opa en oma aankakken. Die dacht, weet je, we gaan even proberen te winnen. En dat lukte dus ook nog bijna. Maar, gelukkig voor hun, is niet gelukt. En gelukkig voor ons, is hun niet gelukt. Dus... ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze Gun Game video. Mocht je nou hebben genoten, ram dan natuurlijk op die like. Dat de Gun Game winstreek blijven doorlopen. En ik ben benieuwd wanneer we gaan verliezen, want het komt er eerder aan, heb ik het gevoel. Maar ja, we hebben al zo vaak gewonnen nu. Dus als we verliezen, dan maakt het me ook niet heel veel meer uit. Maar bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet niet te liken. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye.